Dag, fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe magisch moment. U ziet hier de iPhone die ik heb en ja, daar is eigenlijk verder niks bijzonders mee. U kunt het allemaal goed bekijken. Alleen, ik kan er wel iets bijzonders mee doen. En dat is iets wat we in de magie vaker zien, het leviteren van mensen of van voorwerpen, dat is altijd mooi. Ja, ik ben natuurlijk als psycholoog ook geïnteresseerd juist in de interactie met mensen en hoe je mensen kunt beïnvloeden. Maar ik vind het ook wel interessant om te kijken of ik ook de dode natuur kan beïnvloeden. En ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen psychokinese, hè, dat is dus dat je op afstand zeg maar iets kan laten bewegen. Of ja, in dit geval wil ik proberen die telefoon te laten zweven. En dat is natuurlijk haast niet mogelijk. Daar zou je buitenaardse krachten voor moeten hebben. En natuurlijk met mijn yoga, meditatie, psychologie kennis, economie kennis probeer ik een stapje verder te gaan. En op deze manier dat te bereiken. Goed, laten we eens kijken of het lukt. Of ik kan laten zweven. Nou, het maakt niet uit welke hand je kiest. Je kunt zeggen linkerhand of rechterhand. Nou, voor u, dus mijn linkerhand, dan kan ik hem proberen los te laten. Dan moet ik natuurlijk wel boven deze zachte pad doen, dat hij niet al te hard valt als het mis mocht gaan. Oké, laten we eens kijken of dat lukt. Ik hou hem hier zo vast en daar zo. Nou, daar ziet u eigenlijk al. Nou, ik hou hem met de duim vast dat ik hem nu loslaat. En u ziet, ik kan hem laten zweven. Ik moet natuurlijk wel wat voor kunnen. En hij kan ook nog gaan bewegen op een manier die ik niet altijd onder controle heb. Maar dat kan weer snel gebeuren als ik dat wel heb. En maar u ziet het fenomeen dat ik zeg maar een iPhone kan laten zweven. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. Oké, ik hoop dat ik u hiermee ook weer een beetje vermaakt heb. En dat u ook weer aan het denken gezet bent over hoe de natuur in elkaar zit. En hoe je in magische momenten plezier kan hebben. En graag tot een volgende keer. U kunt verder ook meer video's bekijken op mijn YouTube-kanaal en mijn website mariesriedijk.nl, waarin ook nog veel meer over mij te zien is. Dank u wel.